Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video van mij, van Karine van Blonde Beauty Fashion. Mocht je mij nog niet kennen, hallo, welkom. Deze video's vertel ik wat meer over mijn operatie aan mijn rectusdiastase, dus zeg maar het aan elkaar maken van mijn buikspieren door middel van een buikwandcorrectie. En verder vlog ik regelmatig en plaats ik ook updates van hoe het met mijn dochtertje van 1 is en mijn zoontje van bijna 4 betrek ik er soms ook bij. Maar goed, in principe elke zondag een vlog en heel af en toe een update over iets anders. Ik heb al 2 video's geplaatst over het stukje voor de operatie en net daarna. En dan de eerste 2 weken herstel. En ik ga nu met de tweede 2 weken van het herstel verder. Dus ik ben nu 4 weken geleden geopereerd. Of eigenlijk morgen 4 weken. En ik wilde heel graag weer eventjes delen hoe het nu gaat. Zoals beloofd ga ik nu ook aan het einde mijn buik laten zien. Zodat jullie een beetje een beeld hebben. Dat stukje heb ik overigens al eerder opgenomen. Want ik heb nu gewoon weer mijn pak aan. Of nou niet mijn pak, iets anders. Maar laat ik straks nog zien. Ik heb dat alvast opgenomen. Maar anders ik kan niet zo lang rechtop zitten zonder. Dus vandaar. Ja, hoe gaat het? Het gaat goed. De sprongen zeg maar in herstel die je de eerste weken maakt, maak je daarna niet meer. Het gaat nu gewoon wat kabbelender zeg maar. Maar op zich gaat het helemaal prima. Ik had wel verwacht al te kunnen werken deze week. Maar dat is niet gelukt. Ik ben dus nu zeg maar deze week was ik dus zeg maar 3 weken na de operatie. Had ik wel verwacht dat ik weer aan het werk kom. Maar ik kan gewoon nog niet zo lang rechtop zitten. Dus ja, op mijn werk zitten, dat gaat het niet worden. Daarbij mag ik niet fietsen. Dus ik moet dan met openbaar vervoer, doe ik er veel langer over. Moet ik ook stukjes lopen en doen. Dus dat is best wel zeg maar in zijn geheel een inspannende activiteit, om het zo maar te zeggen. Zo zitten. Ja, mijn leidinggevende zei ook, weet je, doe het alsjeblieft niet. Het is toch een beetje zomer, een beetje komkommertijd. Liever dat je even wat langer de tijd neemt om goed te herstellen. Wel doe ik af en toe gewoon vanuit huis wat werk. Want dat kan natuurlijk prima. Want dan hoef ik niet ook nog te reizen. Dus ik kan best wel even een uurtje zitten. Afgelopen weekend hadden we de eerste verjaardag van Elin. Of tenminste, dat vierden we toen. En ja, dan merk je gewoon dat te veel is. En dat klinkt heel raar. Maar ja, het lang rechtop zitten blijft lastig. En volgens mij is dat minder, heb je daar minder last van als je alleen vet en vel hebt laten weghalen. Maar bij mij, ja, die spieren die weten gewoon echt niet meer wie ze zijn en wat ze doen. Dus ik hou het gewoon niet zo lang rechtop. Ik had een doktersafspraak gehad. Daar heb ik ook in de vorige video over verteld. Maar daarna dacht ik, hey, we hebben het helemaal niet gehad over het afbouwen van dat pak. En ik weet dat hij zei, omdat ik alleen mijn buikspieren aan elkaar zijn gemaakt, hoef ik waarschijnlijk minder lang dat pak aan. Maar hij heeft tijdens de afspraak wel, ik had het zo gek ook, want dan heb ik een heel lijstje vragen en ben ik het gewoon vergeten. Maar hij had tijdens de afspraak wel gezegd, nou, je mag hem af en toe even een uurtje uit. Dus dat doe ik nu af en toe wel. Niet op de dagen dat ik veel pijn heb, maar wel op de andere dagen. En toen heb ik dus niet gevraagd, en hoe zit het dan verder met afbouwen? Toen heb ik nog even naar het ziekenhuis gebeld, maar dan krijg je zeg maar wel een medisch iemand aan de telefoon. Of iemand van de medische afdeling kreeg ik aan de telefoon, maar niet iemand die mij nog nooit heeft gezien en mijn dokter ook nooit heeft gesproken. Maar die zei dat in mijn stukken van de operatie stond dat ik na 2 weken hem alleen nog maar overdag aan hoefde. Maar dat voelt om een of andere reden nog niet helemaal oké. Dus ik dacht ook, ik ga die gok gewoon niet wagen. Want ja, weet ik veel wat hij daarna er nog van heeft gevonden. Of dat het wel klopt wat er stond. Dus dat durfde ik toch niet helemaal aan. Daarbij was het niet meer zo heet. Dus dat pak, ik ben er inmiddels aan gewend. Het is wel goed. Dus ik draag het nog eigenlijk 24/7. Het enige wat ik doe is als ik gedoucht heb. Zoals vandaag heb ik mijn haar gewassen. En op de andere dagen douche ik nu ook gewoon. Dan ga ik daarna gewoon even hier liggen. En dan lig ik even een uurtje zonder. Want hij zei wel dat het liggend moest. Dus niet dat je meteen van alles gaat doen. Maar gewoon even liggend een uurtje zonder.
Wat ik wil gaan doen is nu als de 4 weken voorbij zijn, dat ik dan eens wil gaan kijken hoe slapen zonder is. Ik heb geen idee. Wat ik nu aan het doen ben, is iets nieuws. Zoals jullie weten heb ik zo'n pak met broekspijpen en dat zit dan tot hier. En die broekspijpen zitten zeg maar tot mijn knieën ongeveer. Dat is best wel een gevaarte. Daarbij zitten de ritsen aan de zijkant, dus daar lig je 's nachts op als je op je zij ligt. Ik wissel mijn zij en mijn rug een beetje af, maar ja, je ligt er toch op. Dus ik ben iets anders gaan doen. Ik ben eventjes, ik kom natuurlijk nog nergens, dus ik heb eventjes op Weekamp gekeken. Het is niet gesponsord, ik ga het er even bij pakken. Ik zal als eerst laten zien wat ik nu aan heb. Eventjes een kleine... Ik heb dus nu een soort pakje aan. En dan zit hier pijpjes en dan zit hier onderin knoopjes. En dan zitten hier bandjes. Dat is... Even kijken. Deze. De Magic Body Fashion Slim Body. Dat is... Even laten zien. Dit pakje. Ik heb dit soort dingen dus echt nog nooit in mijn leven gedragen tot nu. Kijk, hier kan je het ook een beetje zien. Kan je het ook een beetje zien. Er staat a more attractive body with a seamless solution. Nou goed. Er zit een built-in bra in, maar ik heb er gewoon een BH onder, want built-in bras, dat is voor mij natuurlijk te beperkt. Of natuurlijk, voor mij is dat beperkt. En dan heb je zeg maar trims, waist en tummy. No bumps, no lumps, no seams. Dus hij is helemaal seamless, wat maakt dat ik hem best wel lekker vind zitten. Ik moet zeggen, ik heb ooit wel eens iets corrigerends aangehad en dat ik dacht, ik kan hier niet in ademen, ik doe dit uit. Maar nu is het gewoon een soort echt, voelt het gewoon heel prettig aan. Dus dit pakje heb ik nu aan in plaats van mijn broek, wat ik gewoon heel raar vind. Want ik ben gewend dat ik dus echt een broek aan heb. Mijn benen zijn ook helemaal een beetje, helemaal in shock wat er nu gebeurt. Wel heel fijn overigens. Ik heb er nog één. Dit is de Maxi Sexy Body Briefer. Ook in maat S. Ik moet zeggen, vooral degene die ik nu aan heb. Het ziet er echt uit als een rompertje voor Eden als je het vasthoudt. Deze valt mee. Deze ziet er al iets groter uit. Maar dat ding wat ik nu aan heb, dat is echt zo. Toen kom ik daarin. Maar ik moet zeggen dat het makkelijk gaat. Als er een XS van had bestaan, had ik hem ook wel aangekund, denk ik. Maar goed. Deze is weer een heel ander stofje. Dit is echt een beetje... waar kan ik het mee vergelijken? Dit is veel stugger, laat ik het zo zeggen. Dit is ook seamless. Maar het is echt heel ander spul. Dit is een V-hals op de rug. En hier gaan dus je borsten zitten hier gewoon boven. En wat ik fijn vind aan deze is... dat het broekje is niet verstevigd of zo. En dit is gewoon heel zacht spul wat je ook niet onder je kleren ziet. Dus echt seamless. En ik moet zeggen, deze heeft nog wel echt een naad lopen. En zit ook best wel strak bij je billen. Terwijl daar heb ik natuurlijk in principe geen steun nodig. Oh, ik zie nu ook dat het lifts. Wacht eventjes. Kijk, hier. Zit die vrouw zo is er voor en zo is het na. Goed, whatever, ik weet het niet. Deze doet dat niet. En deze vind ik daardoor daar veel mooier zitten. Dus zeg maar met iets straks bij je billen zou ik zeker voor deze gaan. Deze is wel een cream om aan te krijgen. Maar goed, als hij helemaal zit, zit hij. En dan zit hij ook gewoon wel lekker, moet ik zeggen. En dit is, ik zal het even laten zien. Maxi Meets Sexy. Een undetectable body briefer made out of a powerful and smooth fabric with a seamless finish. Kijk, deze vrouw is heel chagrijnig van tevoren en daarna is ze helemaal blij. Ik zou dit wel als tip willen geven voor als je op een gegeven moment... wat ik zie, zeg maar, is dat ziekenhuizen en plastische chirurgen, zeg maar, hele verschillende pakken, zeg maar, bij je aanhijzen. Ook als je erop googelt, zijn er heel veel smaken. Dus het hangt een beetje vanaf wat je aan hebt, maar ik was echt wel een beetje klaar met, zeg maar... alles gaat jeuken, alles wordt droog. Dus ik dacht, dit is wel een hele fijne afwisseling. Dit voelt gewoon stevig, prettig. Verder, zeg maar, om dat rechtop zitten te trainen, blijf ik gewoon oefenen met rechtop zitten. Dus wat vaker achter mijn pc, bijvoorbeeld werken voor aan mijn werk of aan de site. Maar goed, na dit weekend was het dus gewoon echt wel een beetje overbelast. Wat er gebeurt als ik het overbelast, is dat ik... merk dat mijn buik robbeliger wordt, meer vocht vasthoudt. En dat gaat sowieso een beetje zo.
Zoals je hem zo meteen ziet, zit er best wel wat vocht. Dat is denk ik lastig te zien van buitenaf, maar ik voel dat wel heel erg. Ja, je ziet natuurlijk wel dat mijn buik nog wat dikker is, maar jullie zien nu niet het verschil van een moment dat ik minder belast ben versus belaster. Maar ik merk gewoon, zeker na die twee verjaardagen had ik heel erg pijn rond mijn navel. Echt een paar bobbels daar deden echt zeer. Ja, en ik was gewoon heel erg, zeg maar, fysiek vermoeid. Lopen gaat echt een stuk beter. Ik kan steeds verder. Daar ben ik heel blij om. Ik doe mijn verre wandeling. Nou, daar hebben we het ook niet over ver. Maar verre wandeling doe ik 's ochtends. Omdat ik dan nog het meeste kracht, zeg maar, in mijn lijf heb. En dan 's middags zoek ik weer een beetje in. Kinderen tillen zo doe ik echt nog steeds niet. Ik heb afgesproken over 2 weken met de fysio. Dan zeg maar ruim 2,5 week met de fysio. Want dan ben ik ruim 6 weken na operatie. Dat betekent dat ik ze weer normaal mag belasten. Maar dat wil ik rustig opbouwen. Want ik ben echt van plan dit nou een keer goed aan te pakken. Goed naar mijn lichaam te luisteren. En daar ben ik al heel slecht in. Want het gaat al heel vaak fout. Maar ik ga er nog steeds voor. Dat is de volgende stap. Verder moet ik zeggen dat er werd gezegd dat je na 3 weken het litteken mag gaan masseren. Toen was ik eraan op aan het googelen van hoe moet je dat dan precies doen. Geen idee. Maar toen las ik, als alle korstjes weg zijn. Nou, mijn korstjes zijn nog niet allemaal weg. Dus nu ben ik in twijfel. Moet ik wel gaan masseren. Maar goed, ik wil ook niet welke scheet het ziekenhuis bellen. Dus ik wacht het gewoon nog eventjes af. Maar goed, ik wil het wel in deze dagen beginnen met een beetje masseren. Mijn huid voelt nog heel nam. Heel, als een slapend been, zeg maar. Dus ja, het voelt nog een beetje gek om dat te gaan masseren. Maar als het helpt, dan moeten we dat zeker doen. Wij gaan over ruim een maand op vakantie. En dan ben ik natuurlijk nog niet fully body, zeg maar, mijn beach body nog niet helemaal wat het kan zijn, om het zo te zeggen. Maar wat vooral zo is dat dat litteken moet uit de zon blijven. En dat litteken zit natuurlijk ook in mijn navel. Nou kan je dat helemaal gaan insoppen met SPF zoveel. Maar ik dacht, ik wil eigenlijk gewoon iets, gewoon een badpak. Nou was mijn badpak kapot, dus ik heb 2 badpakken gekocht. De ene is een monokini, ja. Dat ziet er zo uit. Dat is dus een bikini en dan zit er een soort flap zo en dan heb je hier de broek. Maar goed, dat is dus precies over mijn nieuwe navel heen. En dan heb je toch een beetje het bikini gevoel, want aan de achterkant heb je gewoon een bikini sluiting. En de achterkant van een broekje, zeg maar. Maar dit vond ik wel een interessante uitvinding. Dat is mijn eerste bikini. En de ander is, omdat ik dacht, als ik nu nog zoveel steun nodig heb, is het ook wel fijn als ik daar toch ook nog af en toe wel steun heb. Dus ik heb ook een shaping badpak gekocht. Dit zijn shaping badpakken van de H&M. Die hebben ze in heel veel kleuren en soorten. Deze heb ik ook al wel eens gehad. Eerder, zeg maar, vanwege dat mijn buik zo'n rare vorm had. Maar ik heb hem nu, die was kapot. Dus ik heb nu deze. Deze heeft ook bloemen. Dit is gewoon, hier zit een soort shaping spul in, zeg maar, aan de binnenkant. Dus dat zit gewoon stevig. Dus ik dacht, dan kan ik dat een beetje afwisselen. En wie weet, ik neem ook gewoon een bikini mee. En wie weet dat op een gegeven moment, als die zwelling een beetje weg is en ik het ook een beetje beter kan insmeren, dat ik wel gewoon lekker in mijn bikini ga. Maar voor nu zie ik dat gewoon nog niet zitten. En vind ik het ook gewoon makkelijk, want dan hoef ik het niet zo in te smeren. Dat is nog even een tipje. Monokinis, mocht je ook eruit zien zoals ik, dan is dat misschien een hele handige. Heb ik niet zoveel nieuws onder de zon. Ik ben ook al 18 minuten aan het praten, dus dat lijkt me ook wel voldoende. Misschien kunnen we er nog wat uitknippen. Ik ga jullie nu mijn buik laten zien. Nou, dit is dus mijn buik. Bijna 4 weken na de operatie. Ja, het is heel gezwollen nog. Dit is mijn nieuwe navel. En dit is dus het litteken. Ik heb mijn broek nu vrij laag zitten. Maar als ik hem normaal doe, dan gaat hij er gewoon overheen. Dit is het nu. Dit is natuurlijk nog niet het eindresultaat. Maar het litteken is dus, zoals je ziet, een smiley.
Dit is nog allemaal heel veel. Ja, hier zie je gewoon allemaal vochtophoping. Hier valt het wel mee. Maar hier is het echt. Nou ja, dit voelt ook heel raar en hobbelig. En hier, het litteken is op zich vrij rustig. Maar ik heb hier ook een soort vochtophoping. Maar ja, al met al is dit het lookie voor nu. En dit is dus van de zijkant. En dit is van de andere zijkant. En ja, aan de achterkant heb ik dus weer een taille. Nou, zoals je ziet, het is nog niet wat het moet zijn. Maar het is echt al, ik zal niet de foto laten zien van de dag na de operatie, zeg maar. Maar het is echt al een wereld van verschil. Vooral het litteken is echt veel beter dan ik had verwacht. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ja, dat is het denk ik voor nu. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En super bedankt voor al jullie lieve berichtjes. Dat jullie er zoveel aan hebben. Dat jullie heel blij zijn dat er iemand is die dit verhaal vertelt. Dat was precies de reden waarom ik het doe. Want ja, echt heel leuk om zo'n buik te laten zien op de YouTube is ook niet per se. Maar ja, ik vond zelf gewoon de informatie heel erg weinig. Vooral als het gaat om Nederlandse vrouwen die dit hebben ondergaan. Dus ik ben heel blij dat jullie het fijn vinden. Dus daar doe ik het voor. En stel vooral je vragen via de DM, via de mail. Wat jullie allemaal al deden. Of gewoon onder de video. Onder de video help je elkaar natuurlijk ook. Want de antwoorden die ik op jou geef zijn misschien ook op een ander van toepassing. Maar ik snap ook wel dat je dat soms lastig vindt. Dat jullie dat soms lastig vinden. Maar heel erg bedankt voor al jullie lieve reacties. En ik ben heel blij dat ik, wat ik al zei aan het begin van deze videoreeks. Als ik maar één iemand kan helpen, dan ben ik al blij. En nou ja, zo te merken heb ik een stuk meer. Dus dat vind ik heel fijn. En ja, ik hoop dat jullie herstel, mocht jullie het ook hebben gehad, ook voorspoedig gaat. En ik neem jullie gewoon binnenkort weer mee hoe het verder gaat. Super bedankt voor het kijken. Doeg!